En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op It's Ultrex, de enige echte. Nou, jullie zullen wel denken, gisteren had ik nog gezegd van, ik zet even niet een vlog online, want alles is op nummer gezet en op tijd gezet. Maar toch is deze vlog er nog even tussen gekomen. Deze vlog dus. Vlog 675 maar liefst alweer. Het gaat hard jongens. Vlog 675 alweer. Jeetje. In ieder geval komt deze vlog er even tussendoor. Want ik ga weer livestreamen. Ja jongens. Vanavond ben ik er weer. Als het goed is zou Kevin hopelijk ook komen. Ik heb nog van Kevin nog geen reactie gehad. Kevin, laat even wat weten of dat je nou vanavond meegaat, meedoet in de livestream. Maar in ieder geval, ik ben er in ieder geval weer vanavond met een leuke livestream. Ook zal daar aanwezig zijn, typisch Joost natuurlijk, typisch Joost. En misschien komt Ramon wel eventjes, misschien is het ook wel even leuk om... misschien is het ook wel weer even leuk om Ramon erin te zetten. Dus vanavond allemaal gezellig, leuk kijken naar mijn livestream. Ik wil de livestream gaan starten om 8:30. Ja, vorige keer zei ik ook dat het 8:30 was. Maar ja, toen waren er weer allemaal problemen, geluidproblemen. Er waren er twee, Kevin en Joost, die hadden weer last van de camera, dat de camera het niet deed. Dus in ieder geval, ja, in deze tijden kan ik niet vloggen. Jullie weten dat ik al een hele tijd gewoon buiten geweest ben. Maar ik ben nu ook eventjes, heb ik eventjes de ruimte in acht genomen om niet te veel naar buiten te gaan. En toch ook binnen te blijven, want het wordt overal geadviseerd om binnen te blijven. Dus daarom vanavond een gezellige, leuke, grappige livestream. Met, ik hoop, heel veel lol, grappigheid. En misschien gaan we nog wel een leuk spelletje doen. Of ik voor wat. De kijkers bij de laatste livestream vielen een beetje tegen. Dus daarom heb ik van tevoren even deze video gemaakt. Omdat ik toch wat meer promotie wil maken. Wat meer reclame wil maken. Dat er vanavond dus weer een livestreampie is. Want... het was de vorige livestream was alles al een beetje te snel allemaal. Het ging allemaal een beetje, het was allemaal een beetje te snel allemaal achter elkaar geregeld allemaal. En ik had geen tijd meer om dat eventjes kenbaar te maken. Daarom waren er ook heel weinig kijkers de laatste keer. Het was wel heel erg gezellig. Toen was Kevin en Joost die waren er in de livestream. Deze keer waarschijnlijk dus ook Ramon erbij. Dus jongens, allemaal kijken gezellig, hartstikke leuk, hartstikke grappig. We gaan weer een leuke avond ervan maken. Op televisie gaat het toch alleen maar over corona en over alle ellende in de wereld. Heb je geen zin om naar al dat gezeik te kijken? Kijk vanavond gewoon even om 8:30 naar mijn livestream en dan komt alles weer helemaal dik en dik in orde. Jongens, groetjes van deze kant. Dit was even een hele korte vlog eventjes. Morgen komt er ook nog een vlog, want dat zou eigenlijk de vlog zijn die vandaag online zou komen. Die komt morgen. En die dag daarna komt er ook weer een vlog. Dus nu hebben we eventjes twee vlogs achter elkaar. Jongens, groetjes van deze kant. Thanks for watching. Tot vanavond. Ga vanavond kijken gezellig. We gaan vanavond weer gezellig streamen. En dan maken we er weer een hele leuke, gezellige avond van. Bye bye. Hoi hoi. Doei.